In het strategisch innovatieprogramma rond groenteverwerking bij Van der Swoet wordt een link gelegd tussen agro en voeding. En dat is een belangrijk aspect in de groenteverwerkende sector. Deze sector produceert jaarlijks ongeveer een kwart tot een derde van de groenteproducten die je op de Europese markt kan vinden. En dat zijn voornamelijk diepvriesgroenteproducten. Nu, de grondstoffen die onze groenteverwerkers nodig hebben, die worden voornamelijk aangeleverd door onze plaatselijke landbouwers. Binnen dit programma is het onze ambitie om de strategisch belangrijke waardeketen rond groenteverwerking via innovatie aan te zetten tot bijkomende groei en dit op een duurzame manier. Onze ambitie ligt onder meer in het verhogen van de productie-efficiëntie in de groenteverwerking, maar dat hangt nauw samen met teeltefficiëntie en die fluctueert afhankelijk van de weersomstandigheden, ziektedruk en andere stresserende factoren. Nu gaan we dit aanpakken via innovatie en dat vereist een multidisciplinaire aanpak. We brengen dus bedrijven en kennisinstellingen samen en dit zelfs over de sectoren heen. En in die zin hebben we recent toenadering gezocht tot Flanders Paaien, het netwerk van de Vlaamse life science bedrijven. Door de klimaatverandering zijn er vaker periodes van langdurige droogte en hevige regen. Dat is nefast voor de bodemkwaliteit en voor heel wat plantensoorten. Om planten beter tegen die extreme weersomstandigheden te wapenen, zijn er innovatieve oplossingen nodig. Zo onderzoekt de Universiteit Hasselt welk positief effect micro-organismen kunnen hebben op de plantengroei. Wij bestuderen de bodem- en plantgeassocieerde bacteriën om elk gewas opbrengst en kwaliteit te verbeteren. Meer in het bijzonder bestuderen wij de plantengroei promoverende bacteriën. We gaan kijken hoe dat ze de nutriënten beter beschikbaar kunnen maken voor de plant, hoe dat ze de pathogenen kunnen afdoden door bijvoorbeeld antibiotica-productie, maar ook hoe dat ze kunnen inspelen op de plant-hormonenbalans om elk de stressbestendigheid te verbeteren. Dit is een vrij complexe taak en we bestuderen dat in zijn geheel. Dus we gaan eigenlijk de hele plant binnenste buiten keren en het microbioom bepalen, zowel van het zaad, de wortel als het blad. Dit onderzoek kadert binnen het Popeye-project, een initiatief van Flanders Food met de steun van Vlaio. Drie bedrijven werken eraan mee. Eén van hen is Globachem, dat gespecialiseerd is in gewassenbeschermingsmiddelen. Wij hebben de bacteriën uit de collectie van U Hasselt hier bij ons in de Serre op spinazie getest om te kijken wat de invloed was van die bacteriën op die planten. Nu, om die te kunnen toepassen op plant of zaad, hebben we een formulatie nodig. Die ontwikkelen we ook samen met een methode om ze op een economisch haalbare manier te kunnen opkweken. De formulatie heeft vooral tot doel om in geval van commercieel product de bewaring op langere termijn kunnen te garanderen en ook de overleving van de bacterie op de plant na het aanbrengen wat kunnen te verlengen. Ook door mineralen in te zetten als bodemverbeteraar kan plantenstress gereduceerd worden. Dat creëert voor bedrijven die actief zijn in mineraalwinning nieuwe opportuniteiten. Landbouwbodems worden zeer intensief gebruikt en dit gaat op termijn tot gevolg hebben dat we eigenlijk de essentiële sporenelementen gaan verliezen. Dat moet terug aangevuld worden. Ook gaan landbouwbodems verzuren en dit lossen we nu op door bekalking. Maar daarnaast heeft eigenlijk een bodem nog een soort van lange termijn of duurzame oplossing nodig. Dat noemen we de kalron van de bodem. Dus eigenlijk, wij gaan hier in dit project focussen op mineralen, nieuwe mengsels van mineralen die nieuwe sporenelementen door trage verwering kunnen geven aan de bodem. In dit project doen we beroep op JT Mineralen, omdat we daardoor kunnen beschikken over een groter gamma aan mineralen. Op proefvelden van diepvriesverwerker Ardo wordt het effect van deze innovatieve zaadcoatings en mineralen bodemadditieven op spinazie uitgetest. Hierbij wordt samengewerkt met groentetelers uit de streek. Voor dit project hebben wij gekozen voor spinazie, omwille van verschillende redenen eigenlijk. Eerst, spinazie is een belangrijk product voor Ardo. Wij telen spinazie op 4 à 5000 hectare. Twee, spinazie is een vrij stressgevoelige plant die zeer snel last ondervindt van wijzigende bodemomstandigheden. Drie, spinazie wordt meermaals per jaar gezaaid en geoogst, wat ons de nodige flexibiliteit geeft om veldproeven te organiseren en tussentijdse evaluaties te doen. Die veldproeven organiseren wij met lokale telers. Want ook zij zijn geïnteresseerd in hoe zij de teelt van spinazie op hun percelen kunnen optimaliseren. Niet alleen naar opbrengst per hectare, maar ook naar kwaliteit.